De Federatie van Beeldende Kunstenaars in Suriname heeft vandaag landelijk alvast 200 posters verdeeld om de samenleving bewust te maken van onder andere thuisblijven. Dit gebeurt met goedkeuring van het COVID-19 managementteam en met medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. De boodschap is simpel. De gemeenschap wordt opgeroepen zich te houden aan de COVID-19 regels en vooral om tijdens de partial lockdown thuis te blijven. We hebben posters gemaakt ten aanzien van COVID-19. Omdat we zien dat er eigenlijk de bewustwording nog een beetje zoek is. Mensen spelen nog steeds, of nemen het niet serieus. Dus vandaar dat we dachten van, er gebeurt nog zoveel op straat. Weet je, dat mensen zich niet houden aan de regels. En toen zijn we op het idee gekomen om dan spandoeken te maken en posters. Het is een eigen initiatief van de Federatie van Beeldende Kunstenaars. Omdat we, je kijkt naar de televisie elke dag. Naar de COVID-19 management team. Die dan eigenlijk uitleggen wat er allemaal gebeurt. En hoe de situatie zich voordoet. Dus op een gegeven moment kijk je ook en je denkt van, hé, wat kunnen wij als kunstenaars doen? Daarnaast heeft de federatie ook spandoeken ontwikkeld die bij verschillende kruispunten en in woonwijken worden geplaatst. De bedoeling is om de gemeenschap steeds erop te attenderen serieus om te gaan met de COVID-19-pandemie. Gisteren hebben we een start gemaakt. Ik heb ook op eigen initiatief heb ik de I Love Su veranderd. Dus dat is onze zo kenmerk, I Love Su. Dus ik heb daar op een tekst gezet van Le Spiki Yulibi, weet je, Tangna Oso, weet je, wees geen gevaar voor anderen. En zodoende hebben we ook dezelfde tekst gebruikt op spandoeken. En aan de Koppenamestraat staat ook eentje. Dat is volgens mij Tangna Oso, als ik me niet vergis. Op Latour, de rotonde, dichtbij. Daar hebben we Zuid, weet je. Men praat heel veel over Zuid, dat de mensen nog steeds op straat zijn. En dat we ze een beetje een code willen geven van, hey, no play play. Na corona, ik kan kieren. Dus, en ze zien het elke keer, dus misschien worden ze bewuster ervan. En bij Fernandes hebben we ook save lives, stay home, of stay home, save lives. Dus zodoende hebben we een aantal van de teksten keihard kunnen gebruiken. En we zijn nog steeds bezig. Het team van kunstenaars heeft dit project grotendeels zelf bekostigd. Historex en Studieprint hebben ook een bijdrage geleverd aan dit landelijk project.